Na de Tweede Wereldoorlog zat de Duitse cinema volledig aan de grond. Dus de Duitse cinema was economisch vernietigd, maar in de daaropvolgende jaren van de economische heropbloei van Duitsland, in de jaren 50 en zo, was er eigenlijk van een interessante Duitse cinema geen sprake. En dan is er een beweging op gang gekomen en die beweging heeft men genoemd de Neue Deutsche Cinema. En dat was vooral gekarakteriseerd door zeer sterke persoonlijkheden, dus regisseurs die iets te vertellen hadden en die ook dat vertelden in een eigen stijl, een eigen manier van vertellen. En die ook, bijna altijd, vrij kritische tot zeer kritische films maakten, kritisch over de Duitse samenleving. Is het een liefdesproject met deze cinema of juist in tegendeel? Ten eerste is het natuurlijk voor een stuk gedicteerd door het feit dat het festival zijn de focus dit jaar legde op Duitsland. Het was zo dat de interessantste films en de belangrijkste films uit die periode, dat die vaak veel eer in Cannes en in Venetië in première dan in Berlijn. Maar sowieso had je in Berlijn een sectie nieuwe Duitse films en daar werden alle interessante films van het afgelopen jaar getoond. Bij veel jonge mensen zal heel die periode onbekend zijn. Maar bij cinefielen zullen zich wel herinneren dat het vooral ging om drie sleutelfiguren, Fassbinder, Herzog en Wenders. Daarnaast waren er nog zeer veel regisseurs die nu totaal vergeten zijn. Maar op de Duitse televisie zie je nooit een film van Fassbinder bijvoorbeeld, of van Herzog, of van Wenders. Dus dat wordt volledig doodgezwegen. En het was vanuit die bedenking van, ten eerste is die cinema doodgezwegen en ten tweede is er nog, was dat een grote groep van regisseurs. Dan zijn er twee grote dominante thema's, zou je kunnen zeggen. Dat is dat die films reageerden tegen het verleden, tegen de Duitse cinema, die duistere verleden van Duitsland, wat natuurlijk de oorlog is en dan de oorlog en dan natuurlijk als extreme de Holocaust. De Duitse film is niet meteen de lichtste cinema die er bestaat. Dus zij hebben Duitsland geconfronteerd met zijn schuldig verleden. De Duitse cineasten zeiden ook, ik denk dat dat een uitspraak is van Wenders, wij hebben geen vaders gekend, wij hebben grootvaders gekend. Want hun vaders, regisseurs, zijn allemaal regisseurs die natuurlijk verbrand waren, die gecollaboreerd hadden. Oscar! Dus het verhaal van een kleine jongen die protesteert tegen de volwassenen en die plotseling stopt met groeien. Dus dat is een soort symboliek ook. Die jongen staat ook voor Duitsland natuurlijk. En bijvoorbeeld in de film Deutschland blage Mutter, het verhaal van een moeder, de vrouw die trouwt en een kind krijgt in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Als de oorlog voorbij is, wordt ze fysiek vervormd. Dus ze heeft een soort ziekte waardoor haar gelaat volledig scheef staat en dat ze half gesluierd door het leven gaat. En ook dat is een soort beeld dat ook Duitsland symboliseert. Zie je? Dus ze doen dat vaak met fysieke deformaties gebruiken om iets te vertellen. Dus dat is toch wel een karakteristiek ook van die cinema. Die beweging liep samen ook met de opkomst en de grote explosie van het feminisme, zoals dat ook in Frankrijk en andere landen had, in Duitsland. Maar dat was zeer merkbaar in die cinema. Dus die cinema reflecteert alles wat er in de maatschappij beweegt. En zeker de rol van de vrouwen was echt groot. Ook iets bijzonders te zien aan die Duitse cinema, dat er toch ook een van avant-garde stroming aanwezig is in deze periode, voornamelijk dan door Straub en Houillier. Het is een film over Bach. Die krijgt zijn zin van Bach in zijn dagelijks leven. Het is vaak over geld, hij heeft niet genoeg geld en hij wil meer verdienen en hij heeft schulden en er zijn twee kinderen die gestorven zijn en zo. Toch wel huiselijke dingen die niks te maken hebben met het genie Bach, dus de echte mens Bach dat je ziet. Maar als hij daarin meegaat, dan heeft dat voor mij altijd een heel hypnotiserend effect. Het is Fassbinder films gemaakt die veel makkelijker zijn, die toegankelijker zijn. Maar dit is die creativiteit. Hij maakt een film over terrorisme. Voor hem de derde generatie terroristen, de eerste generatie. En dat zijn volgens hem de idealisten. De tweede generatie zijn de terroristen. De derde generatie, en als je dan vraagt, ja, hoe typeer je die? De idioten, de opportunisten. Maar het opmerkelijke is dat als je die film ziet, je kan niet naar die film kijken als iemand daarna vraagt, tja, wat vond je van het beeld of wat vond je van de muziek of van het geluid? Gaan de meeste mensen bij de meeste mensen, ik heb daar niet op gelet. Maar hij bombardeert u letterlijk. Er is geluid, er is lawaai. Dus het is een soort blitzkrieg, audiovisueel. Wat dat auditief altijd veel agressiever is. Want ik kan een beeld hebben waar veel in gebeurt en zo, maar veel geluiden door elkaar, daar zijn we veel gevoeliger voor. Als je cinema wil zien die tegelijk
een sterke visie heeft op de wereld waarin we leven en tegelijkertijd die gefilmd zijn in een stijl die herkenbaar is van één persoon, dat is eigenlijk de rode draad door veel van die films. Die stroming heeft zijn eigen leven geleid, is daarna een beetje weggedemsterd in de jaren 80. En dan is er vanaf de jaren 2000 weer een kleine beweging op gang gekomen die men de Berlijnse school noemde. Mensen die een eigen stem hebben en die getuigen over de samenleving waarin we leven.